Welkom terug bij Café Tinto, aflevering 493. En we gaan zo met Marga den Hartog en Bernard Renoy praten over... als je kind een chromosoompje meer heeft, mag het een chromosoompje meer zijn? Ja, mag het een chromosoompje dat meer zijn. Dat is de ondertitel van het boek Ups and Downs. En dat is het verhaal van de zoon van Bernard en Aukje. Bernd, is het geen plaatje? Ja, het is een heerlijk joch. Ik ben helemaal gek van hem. Ja. Ja. Hoe oud is hij nu? Hij wordt vier. Hij wordt vier? Ja, hij wordt vier. Ja, zo hard gaat het. De tijd vliegt. Ja. Hoop meegemaakt, dus dan gaat de tijd nog sneller. Ja, hij wordt alweer vier. Ja. Intensieve tijd achter de rug, hè? Hele intensieve tijd achter de rug, Daar praten we zo over verder. Morgen dan praat ik met Jetse Baas over opvoeden. En wij zeiden hier al tegen elkaar net tijdens de reclame. Ja, wat mag? Mag ik mijn kind slaan? Dat is een opvoedvraag. De corrigerende tik. Mag dat? Nee, nou, daar weten jullie hoeven geen antwoord te geven. Jetse Baas weet er alles van. Die zal morgen het antwoord geven. Of is dat helemaal geen vraag die u heeft? Heeft u andere vragen over opvoeden? Over hoe pak je dat nou aan? Mijn kind wil niet eten of doet alleen maar stoute dingen. Ik ben behoorlijk wanhopig. Wat kan ik nou doen? Hoe pak ik dat nou aan? Nou, zet uw vraag even op de mail en Jetse Baas zal uw vraag morgen meenemen. Stuur een mail naar cafetinto@family7.nl. U kunt ook bellen als u mailen wat al te ingewikkeld vindt. Geef uw vraag dan door. Bel 055-5790-710. Dat is 055-5790-710. En morgen in Café Tinto zullen we uw vragen meenemen. We gaan naar de fotomix kijken. We hebben een foto in onze fotopureermachine gestopt. En hij gaat zich nu weer herstellen. Het is een foto die heeft een herstellingsvermogen. En die kan zich in 30 seconden weer terugvormen naar het origineel. Als je denkt te weten wat je ziet, dan hoor ik het graag van jullie. Roep maar. Dit ziet eruit als een longfoto. Nee, het is iemand. Amerikaanse vlag. Amerikaanse vlag. En wat zien we dan nog meer? Oh, dat is mevrouw Obama, hoe heet ze? Mevrouw, ja, is dat mevrouw Obama? Obama. Ja, dat is mevrouw Obama. Mevrouw Obama. En ze hukt hier een meisje van 10. Ja. En weten jullie ook welk nieuwsfeitje hier aan hangt? Sorry. Dus, pas. Jullie passen. Ik ben bang dat ik een reis naar Oeganda win. Ja, en dan moet je eventjes een marathonnetje gaan lopen. Ja. U heeft gewonnen. En als je dat niet kunt lopen, dan fiets jij hem maar. Nee. Dit meisje van 10, dat in de armen van Michelle Obama werd gesloten, die had tijdens een vraagrondje, kinderen mochten vragen stellen aan mevrouw Obama. En zij had geen vraag, maar ze had een kopietje van de cv van haar vader meegenomen. Want die heeft geen werk. Ja. En ze gaf die cv aan Michelle Obama. En eigenlijk was haar vraag, mijn papa heeft werk nodig. Dat is toch heel lief. Dat is heel lief, ja. Ja. Ja, mijn vader heeft al 3 jaar geen baan meer, zei ze. En daarom wilde ik u deze cv geven. Ze heeft haar best gedaan voor haar vader. En zover mijn kennis gaat, is het op dit moment bij de knuffel gebleven. Maar wellicht dat papa een enorm mooi PR-momentje heeft. Ja. Als hij weer ergens komt, dan kan hij zeggen, mijn dochter, weet je nog? Bijzonder als je zo als kind liefde hebt voor je pa. En het geeft ook aan hoeveel impact werkloosheid heeft. En daar kijken we misschien wel eens wat al te lichtvaardig tegenaan. Er wordt in deze wereld heel wat uitgesproken en de wereld ingeslingerd. En dat kan tegenwoordig via Facebook of andere social media, zoals Twitter. Het is zo gepost. 140 tekentjes en we staan er misschien niet altijd bij stil of het wel heel veel zinnigs de wereld in helpt. We proberen een aantal tweets te pakken waarvan wij denken, die zouden wel eens geretweet mogen worden. Of breng in ieder geval de lippen in beweging. Els van Dijk van de Evangelische Hogeschool Amersfoort schrijft: ons besef van Gods aanwezigheid kan wankelen,
Maar de realiteit van zijn aanwezigheid verandert nooit. Als we dat nu beseffen, puntje, puntje, puntje. Dus als ons besef kan wankelen, maar zijn aanwezigheid verandert nooit. Dus hij wankelt in ieder geval nooit. Is dit een retweetwaardig bericht? Ja, ik denk dat het de kern is van je geloof dat God er natuurlijk altijd is. Yahweh is de God die er is. De ik ben. De ik ben. En ik ben er altijd. En ik zal er altijd zijn, wat er ook gebeurt. Ja. Dat is de kern van je geloof. En wat mij in ieder geval altijd opvalt door de jaren heen, is dat ik niet zozeer aan God ben gaan twijfelen, maar meer aan mezelf, zeg maar. Ja, je hebt, er is genoeg aan jou ja. en je vrouw geschud, hè? Ja. Ja, denk ja. ik, de afgelopen ja. jaren. Ja, en God is daarin dezelfde. Ik bedoel, als ik dat boek lees, dan lees ik het zo af en toe, denk ik, heb ik dat allemaal meegemaakt? En ik sta nog en ik haal nog adem en ik leef nog en ik ben blij en ik geniet. Ja, en dat zo zie je er wel uit. Ja, dat is ook echt. Maar dat is, ja, dat is een teken dat God getrouw is. En dat hij inderdaad is wie hij is en wie hij belooft. Ja. Hoe heb je dat ervaren, Bernhard? Hoe heb je dat ervaren? Nou, tijdens dat moment, dat je het hoort? En... Er is natuurlijk heel veel gebeurd. Als we het gaan hebben, zeg maar, over het syndroom van Down, daar was ik vrij snel overheen toen we dat te horen kregen. Ja. Mm-hmm. Alleen, vrij kort daarna kregen we te horen dat hij de helft van zijn hart miste. Hij heeft dus in zijn eerste levensjaar een hele zware hartoperatie gehad. Hij wou niet meer eten, hij heeft een zonde gehad. Hij heeft erbij een ziekenhuisbacterie opgelopen. Hij heeft 5 weken op sterven gelegen in Utrecht. En met name de ziekenhuismomenten zijn voor mij het zwaarst geweest. Maar je ziet dat je erin echt gedragen wordt. Ik heb letterlijk meegemaakt. Hij lag in Utrecht, hartstikke ziek en dood te gaan. Ja. En mijn vrouw was continu bij hem. En ik reed heen en weer. Van het Papendrecht naar Utrecht. Slopend is dat. Ja, ja. Hoe lang heeft dat geduurd? 5 weken. 5 weken. Ja. Maar wat er gebeurde, letterlijk. Ik bedoel, ik woon in Papendrecht, zoals ik zei. In Utrecht, s'avonds om 7:00, 7:15, ging ik naar beneden. Ging ik de parkeergarage in en belde ik mijn moeder. Dat had ik afgesproken, van bel mij voordat je gaat rijden. Want die maakt zich natuurlijk zorgen. Ja, die zag ook onze wallen. Is dat logisch. En onze problemen. En het is meerdere malen voorgekomen dat ik wakker werd voor mijn huis. In de auto. Nou, dat is zeg maar de A12, de A27 en de A15. En ik weet echt niet meer dat ik gereden. Ben je slapend naar huis gereden bijna? Ik heb geslapen, want ik weet het echt niet meer. En dat is behoorlijk vaak voorgekomen. Dat ik echt gewoon wakker werd. Maar daar schrik je toch van? Ja. Ik heb het zelf ook al eens een keer gehad. Dat ik onder een afrit van de snelweg stond. Dacht, hoe ben ik hier gekomen? Nou, ik schrok er in die zin van dat ik thuis was. En dat ik dacht van, hoe ben ik hier gekomen? Maar het is mij op een gegeven moment zo vaak overkomen dat ik zeg van nou, engeltjes rijden auto. Want ik heb geen autoschade. Engeltjes rijden auto. Ja, we praten er zo over verder. We gaan nog even naar een andere tweet. Gerald Troost. Soms verliezen we onszelf in het lezen van boeken. Maar niets is zo overweldigend als een ontmoeting met Jezus in de stilte van ons hart. Jezelf verliezen in boeken. En dat legt Gerald Troost in het verlengde van een ontmoeting met Jezus. Je verliezen, denk ik, dat zijn gevoel is. Ja, dat staat als een paal. Voor mij wel. Ja? Ja, want je kunt jezelf heel erg verliezen in een boek. Kun je heel erg in meegaan. Maar als je in de stilte, als je dan de stem van Jezus hoort, dat is nog, ja... Heeft dat meer is impact bijna, als een boek. Ja, dat is bijna niet uit te leggen. Ja. Ja. Ik zou nog wat aan willen knopen zelfs. Wat mij opvalt, ik spreek natuurlijk ook regelmatig in allerlei kerken, is dat wij heel veel boeken lezen over het geloof, maar verdacht weinig de Bijbel lezen. Correct. Ja, ik ben echt overal waar ik kom, zeg ik altijd, lees je Bijbel, bid elke dag. Niet omdat het moet, maar omdat je groeien mag. En groeien is leuk. Ja. Groeien in relatie is fun. Ja. Dat doe je graag. Hè? Ja. Dus verlies je, als je dan verliest, in de Bijbel. Goldmine Media. Echte kennis van God maakt een christen onaantastbaar. En hij citeert Martin van den Berg. Echte kennis van God maakt een christen onaantastbaar. Is dat de bijbelkennis die jij noemt, Bernhard? Nee. Nee. Ik, dat is voor mij ook niet. Ik denk dat de bijbelkennis die je noemt je tot steun is. Ja. Ja. En ik ben niet onaantastbaar. Het doet mij wat hoor, toen ik mijn zoon dood zou gaan. Ja. Dus het is wel iets genuanceerder. Ja. Deze zou je niet retweeten. Nee. Nee.
Als u zelf actief bent op Twitter en u wilt een bericht over deze uitzending de wereld in helpen, gebruik dan hashtag Café Tinto en wilt u ons volgen, dan is dat apenstaartje FAM7. Dan gaan we het nu hebben over de beschermwaardigheid van het leven. En bij zorgverzekering ProLife staat het leven hoog en daar, het is van God gegeven. Dat is het standpunt. Maar zo kijkt niet elke zorgverzekeraar daarnaar. En dat is ook geen commercieel standpunt. Nee. Merk je in de praktijk dat mensen elders daar wel tegenaan lopen, tegen dat een verzekeraar zegt, wacht even, maar jou willen we niet? Er zijn inderdaad verzekeraars die, kijk, op een basisverzekering kan dat niet. Maar op een aanvullende verzekering kunnen ze inderdaad een medische selectie, je door een medische selectie weren. Ja. Ja. En in principe zeggen jullie, je bent bij ons altijd welkom. Iedereen, wat je ook kost, is bij ons welkom. Ja. Ja. Wordt niet naar de medische criteria gekeken. Dat is een hele andere insteek. Ja. Ja, dat is geen commerciële insteek. We praten over als je een kind verwacht. Want tegenwoordig hebben we natuurlijk de zoveel maanden echo. En dan wordt er ontdekt dat er iets aan de hand is met een kind. Dat lijkt me heel pittig. Als zorgverzekeraar hebben jullie ook daarin een stuk begeleiding voor mensen? Alleen al vanwege het feit dat je dit nieuws krijgt? Ja, wij hebben een vertrouwensarts, een christelijke vertrouwensarts, mevrouw Ali van der Hoek. En die kan men consulteren en dat wordt ook wel gedaan, ook met name met IVF-behandelingen die anders uitgevoerd worden als dat de mensen zelf willen. En ook met dit soort vragen, met wat moet ik daarmee, hè? Wil ik nog wel een verder onderzoek, hè? Ook vanuit je geloof, hoe moet je daar vanuit je geloof mee omgaan? Want de wereld om je heen die zegt van het is niet goed, joh, je krijgt zoveel sores. Dan is het wel heel fijn als je dan iemand kunt benaderen die daar ook serieus op ingaat. En ook vanuit je eigen geloofsovertuiging je daar ook antwoorden op kan geven. En niet kijkt vanuit een kostenaspect van, hè, of dat het belangrijker is, hè, dat je niks meer aan je leven hebt, want je hebt alleen maar zorgen. Ja, ja, want dat is natuurlijk wel een punt, Bernard. Jullie kregen op een bepaald moment te horen dat er iets niet in orde was met de zwangerschap. In de hoeveelste week of maand was dat? Nou, toen wij waren al 12,5 jaar getrouwd. Toen raakte mijn vrouw zwanger. Mijn vrouw heeft zelf een medische achtergrond. En nou, we waren natuurlijk dolblij, maar de zwangerschap was vanaf het begin af aan al moeizaam. Mijn vrouw had veel last van krampen, bloedverlies. Dus je hebt al door dat er iets niet gaat zoals het moet gaan. Ja. We liepen al bij een gynaecoloog en daardoor dus je bent al extra alert. Je bent al extra alert. Zeker natuurlijk ook vanuit haar eigen achtergrond. Ze had ook wel door van ja, zo hoort het niet te gaan, zeg maar. En op een gegeven moment dan komt die 3 maanden echo. Ja, dan heb je al zoiets van ja, dan ga je naar het ziekenhuis. Want we hadden eigenlijk maar 1 wens. Ze wilden weten of het nog leefde. Leeft ons kindje nog? Ja, als er zoveel moeilijkheden en problemen zijn. Toen al, hè, mijn vrouw was echt heel, heel beroerd. Heel veel krampen, verloor heel veel bloed. Letterlijk. Schrijft ze ook een boekje van ik durf niet naar het toilet te gaan uit angst te verliezen. Ja, want je bent eindelijk zwanger. Ja. Ja. En dan, nou, dan kom je in het ziekenhuis en dan komen ze voor de echo en dan lig je daar. En we zien op een gegeven moment die we zien het kindje, we zien het hartje kloppen. Nou, daar waren jullie blij mee. Dat lint. Ja. De tranen rolden over onze wangen. En nou ja, toen hadden we een arts, die was van nekplooi te dik. Ja. Ja, dat is het niet. Ja, er staat nog een assistente achter het apparaat. Nou, maak even een afspraak voor een test. Dan kunnen we testen. Dan kunt u de. Er is ergens een trisomieafwijking. Hè? Dus ergens een chromosoom te veel. Nou, één van die afwijkingen is het syndroom van Down. Maar er zijn meerdere mogelijkheden. Je kan ook een trisomie 18 hebben of een trisomie 12. Vul maar in. Maak maar even een afspraak. Dan kunt u de zwangerschap afbreken. Maar dat wordt zo feitelijk. Eén volzin. Oh, en er wordt niet gezegd van ik ben bang dat, of nee, voorzichtig. Nee, het is gewoon. Nee, baf, er werd zo neergelegd. Nou ja, ik ben
een beetje naar genezen. Dus ik ging gelijk in de aanval. Want nou, dan wordt hij helemaal niks getest. Dan wordt hij helemaal niks afgebroken. Toen werd hij boos. En toen stond hij op. Toen liep hij weg. Hij heeft de deur open laten staan. Mijn vrouw lag daar op het echo-apparaat met de blote buik. En de deur open naar de gang. En nou, zo zaten we daar. En toen kwam op een gegeven moment de mevrouw achter het echo-apparaat vandaan van ja, maar... En dat vond ik een hele goeie van die mevrouw toen. Die zei van, ja, maar als we uw kindje testen, dan kunnen we misschien, dan weten we wat we kunnen doen medisch om het goed de wereld in te krijgen. Hè, om het leven te redden van een kind. Nou, dat vonden wij een hele goede reden om het te laten testen. Maar dat is een andere insteek. Dat is een totaal andere insteek. Als, deze nou, toen op een gegeven moment toen hebben we nog een maand gewacht. Want je kan dan kiezen uit de vlokkentest of de vruchtwaterpunctie. Nou, de vruchtwaterpunctie is het minst gevaarlijk. Want het is toch wel eng, want het kan misgaan. Je zwangerschap kan erdoor afbreken. Ja. Maar we vonden de reden van, ja, er is iets mis, er is iets goed mis. Laat uw kind testen, zodat we het leven kunnen redden van uw kind, vonden wij natuurlijk een hele goeie. Nou, toen hebben we na een maand een vruchtwaterpunctie laten doen. En nota bene op kerstavond werden we gebeld van, uw kindje heeft syndroom van Down. Ja. Zo. En eigenlijk dat... gelijk, en ja, ik was de hele dag, de hele middag zit je naast de telefoon te wachten. En er moesten nog snel boodschapjes gedaan worden, dus ik was snel boodschappen doen. Toen werd er uiteraard gebeld. En gelijk tegen mijn vrouw, wanneer kunnen we de afspraak maken om het, om te spreken over het weg te laten halen. En toen was alleen nog maar het syndroom van Down bekend. Voor de rest was helemaal niks, alleen maar het syndroom van Down. En toen zei mijn vrouw, ja, maar dat willen wij helemaal niet. Oh, nou, u bent nu nogal overstuur, we bellen u later nog wel terug. Wij zijn uiteindelijk 8 keer gebeld. 8 keer? 8 keer. En iedere keer kregen ze mijn vrouw in de lijn. En er was En daar komt dan de allereerste keer die gynaecoloog nog bij. Die constateert dat het waarschijnlijk een afwijking heeft. Ja. Dat is de gynaecoloog die boos is weggelopen. Ja. 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 En daar, wel lagen. Mijn vrouw lag letterlijk met de blote buik op de gang. En de deur naar de gang open. En, ja. Hele rare situatie. Ja. Even, ik ben nieuwsgierig. Marga, hoor jij dat dit vaker gebeurt? Dat er zo gereageerd wordt? Jawel, ik heb wel eens gehoord. Dit is wel extreem hoor. Maar ik heb inderdaad wel eens gehoord dat dat dan gelijk voorgesteld wordt om te aborteren. Ja. Ja. En die vraag is ook wel eens bij ons binnengekomen. En dan is het vaak dat wij dan toch die vertrouwensarts consulteren. Want er zijn ziekenhuizen die dus een christelijk beleid erop nahouden. Waar dat dus niet gebeurt. Waar ze dus anders met dat soort dingen omgaan. Maar de cijfers liegen er niet om, hè? Van de geteste vrouwen in Nederland laat 95% op dit moment het syndroom van Down aborteren. Dus van de geteste vrouwen wordt eigenlijk nog maar 1 op de 20 kinderen met het syndroom van Down geboren. En de rest wordt geaborteerd. Ja, ja, dat het jongetje dat volgens sommigen niet zou mogen leven. Dat is het dus. Speelt Marga geld daarin een rol? Of is het... Want artsen kunnen natuurlijk ook heel goed bedoelend zijn, hè? En echt van overtuigd zijn dat ze iemand daarmee een gunst bewijzen. Ja, maar ik denk als je het al voorstelt, ook al ben je het nog niet van plan, en er wordt je een doemscenario voorgesteld van, hè, en je hebt iedereen die is tegenwoordig wat later met kinderen krijgen. Ze hebben hun hele, hè, wat wij dan ook zeggen, we hebben het eigenlijk veel te goed, je hele toekomst is eigenlijk al uitgestippeld. En je krijgt dan een kindje. Ja, die gooit de roet in het eten, als dat een kindje is. En ook al ben je het niet van plan, als iemand dat zo al voorstelt, dan word je die richting gewoon, als je niet sterk in je schoenen staat, gewoon ingeduwd. Dat is eigenlijk een van de redenen dat wij uiteindelijk ook op aanvraag van de uitgeverij dit boek hebben geschreven. Ook om een eerlijk beeld te geven. Ja. Van, natuurlijk is het zo dat het hebben van een kind met het syndroom van Down is ongelooflijk arbeidsintensief. Ja. Maar we wilden een eerlijk beeld. In het ziekenhuis kregen we alleen de doemscenario's te horen. Dit is mis, dit zal wel mis zijn, dat zal wel mis zijn. Dit zal... Nou, als je dan de Down-stichting belt, dan hoor je al een veel genuanceerder verhaal. Want dat hoeft helemaal niet. Bernd had daarnaast inderdaad een hele zware hartafwijking. Maar dat hoeft helemaal niet. Dus die zijn daar al heel goed in. Die helpen je al een heel eind op weg, die Down-stichting. Maar in het ziekenhuis hoor je alleen het doemscenario. En daarom hebben we ons boek ook Ups en Downs genoemd. Ook heel veel ups. We genieten van hem. Mm-hmm. Je ziet het blije koppie. Het is een heerlijk joch. En ik zou geen dag zonder hem willen. Ja. Maar we hebben inmiddels... Want ooit werd er gezegd... abortus was alleen voor gevaarlijke en levensbedreigende situaties. En inmiddels is het zo...
als het jou niet gewenst is, dan is dat al een argument, Marga. Is dat opgeschoven? Kijk, het is de arts de verantwoordelijkheid waarom die ermee omgaat, hè? En er zijn natuurlijk regels voor abortus, maar je kunt daar zelf een bepaald... dat is hetzelfde zoals die arts die eerste gynaecoloog reageerde. Dat zegt natuurlijk meer over die man als waarschijnlijk over het beleid in dat ziekenhuis. Het zijn natuurlijk ook mensen... Het is bijna een privé-mening van de dokter die je tegenkomt. Ja, want ik bedoel, die mevrouw die achter dat apparaat zat, die ging daar weer heel anders mee om. Ja. Dus het zegt meer over de mensen zelf, denk ik, die daar zo mee omgaan. Ja. Je komt in zo'n traject, Bernard schetste dat net ook al, allerlei andere dingen tegen. Je zult fysiotherapie en extra zorg. Ja. Ook daarin word je begeleid? Nee, dat is eigenlijk allemaal basisverzekering. Als je kindje het syndroom van Down heeft, zeg maar, er zijn gewoon vanuit de basisverzekering, kijk, normaal fysio zit er niet in, maar er zijn een aantal criteria's voor. Als je daar gelukkig onder valt, in dit geval. Want je kan ook heel ernstig ziek zijn dat je er net niet onder valt, of dat het een bepaald ziektebeeld is wat nog niet erkend is. Maar goed, in dit geval, fysiotherapie, dat soort zaken, op een gegeven moment zul je mondzorg krijgen. Nou, dat ze bij het ene kindje van het syndroom syndroom van Down kun je wel gewoon naar de tandarts. Bij anderen komt dat onder de bijzondere tandheelkunde en valt dat onder de basisverzekering. Dus eigenlijk heel veel medische dingen zijn gedekt door de basisverzekering. Ook, ik moet ook zeggen, als je kind helemaal geboren is, kom je ook in een totaal andere wereld. We hebben nu een kinderarts, nou hetzelfde ziekenhuis, hè? Een kinderarts die is helemaal gek met hem. En in het Sophia hebben we hele leuke, lieve artsen. We hebben hele teams, fysiotherapeuten, specialisten, logopedisten, prelogopedisten. We hebben alles over de vloer. Ja. En dan zit je de zorg goed. Ja, warm. Ja. Die hebben ook een hart voor dit soort kinderen. Ja. Dat merk je duidelijk. Het is een dag en een nacht verschil, zeg maar, als je gaat kijken naar de gynaecologen die we gehad hebben. Voor zijn geboorte. Want dan liggen de cijfers natuurlijk niet om. Hè? 95% van de geteste vrouwen. Het ziekenhuis en die gynaecologen laten echt alleen zien de doemscenario's. Ja. En je moet toch wel gek zijn om. En weet je wel wat voor zorg het gaat geven. Terwijl, in dat boek beschrijven we natuurlijk heus wel wat. En we hebben natuurlijk best veel meegemaakt. Maar aan de andere kant, is het hebben van gezonde kinderen dan geen zorg? Is iemand die gezonde kinderen heeft dan totaal zonder zorgen? Nee, het is ook zo. Ja, daar praten we zo over verder. Marga, tot slot, wat is jouw gebedspunt voor de kijkers? Mijn gebedspunt voor de kijkers? Ja, dat is ook een beetje aan jullie gerelateerd. Toen ik dat boek zat te lezen, toen moest ik heel erg denken aan een jochie die altijd naast ons lag in het ziekenhuis. Die had ook het syndroom van Down. Een prachtig kereltje. Alleen helaas, die is overleden. Die heeft leukemie gekregen. Van de week werd ik ook weer geconfronteerd met zoiets. En ik wil gewoon als gebedspunt voor alle ouders die een kind hebben moeten verliezen. Want of dat nou 10 jaar terug is of een week terug, dat blijft zo'n groot litteken. Ja. Dat is mijn gebedspunt. Ja. Dat die mensen zich gedragen voelen. Want als mens zijnde, om ze te troosten. Laten we hen niet vergeten. Nee. Gebed is voor de ouders die een kind hebben verloren. Misschien bent u er zelf een. De gebedspunten, we zetten ze op een rij. En straks tegen 11 uur, dan worden ze allemaal nog even genoemd. Het gastenboek. De vraag. Jij hebt al stiekem gekeken, Marga, zag ik. Aan het begin van de uitzending griste zij het boek en ging kijken naar de vraag die er staat. Corleen Doodkorte, Elisheva Ronen, kinderarts uit Israël, en Percy en Natasja Wagner, die hebben de volgende vraag bedacht. Welk boek ligt er op je nachtkastje? Nou, jij hebt erover na kunnen denken, Marga. Ik hoef daar niet over na te denken, want hij ligt er echt. En dat is dus de Bijbel. Ik lees elke avond, heb ik dus mijn stille moment in bed. Voordat je valt ik ga niet slapen. Want ik heb ook wel eens, dan heb ik een heel lang stil moment. Nee. En dan word ik 's morgens terug. Maar dat geeft ook niet. Als je biddend in slaap valt. Wat is dat? Dat is ook zo. Ik bedoel, je leest het eerst, dan ben je wakker. Dan leg je hem neer en dan heb je je stil moment. En dan kun je ook inderdaad wel in slaap vallen. Maar wat is nou mooier om op die manier in slaap te vallen? Is ook zo. De Bijbel op nachtkastje. Klaas? Ik heb nu een boekje, lees ik, van Anna van der Bijl.
We hebben in onze gemeente dus een zondag gehad voor Open Doors. Dus Gert-Jan Bouwman heeft iets verteld over Open Doors. Natuurlijk ook binnen onze gemeente actief. En nou, dan was het een sponsorgelegenheid. We hebben boekjes gekocht om dat bij te dragen. Dus een boekje van Anna van der Het Gebed. Dat is goed te herinneren op dit moment. Ja. De Bijbel ligt altijd bij mevrouw aan de andere kant. Okay, en die vertelt daar een heleboel dingen. Dus die heeft daar de leiding in. Die heeft daar de leiding absoluut in. En ja. Bernd, wat ligt er op jouw nachtkastje? Nou, ik zal eerlijk zijn, mijn vrouw ruimt het nachtkastje altijd op. Wat heeft maar ze het laatst opgeruimd? Ja, ook de Bijbel. Ja, die ligt nu ergens in een laadje, maar hij ligt over het algemeen altijd op een nachtkastje naast zijn bed. Ja, ja. De Bijbel. Ja, mooi. Dan mocht je een vraag bedenken voor de gasten van morgen. En even uit mijn hoofd, Jetse Baas, morgen de gast, over opvoeden. Dus ik zou zeggen, alsjeblieft, jullie mogen een vraag bedenken. Alsjeblieft, dat mogen jullie dan in goed overleg met elkaar bedenken. Morgen gaan we het hebben dus over opvoeden en dat doen we dan samen met Jetse Baas. En als u vragen voor hem heeft, stuur een mail met uw vraag. Als u zegt, nou, hoe doe je dat nou? Een corrigerende tik. Ik doe het soms wel, maar ik wil het eigenlijk niet. Hoe moet dat? Stuur even een mail naar cafetinto@family7.nl of bel ons even 055 5790 710. Tot zo.